ga ik haar masseren. Ik had iets op United Wardrobe besteld. Mini frikandellen, maar dan vegan. Zo cute! Jongens, wij zijn in Vintage Island. Ik kom er niet in. Ik vind het wel cute. Doei! Good morning. Ik heb lekker ontbijt voor mezelf gemaakt. Koffietje. Ik voel me echt ontspannen. Hier mijn planner. Het is bijna november en ik dacht, wat een perfecte timing om mijn intenties voor de maand november te zetten. Dus daar was ik eigenlijk mee bezig. En daarna dacht ik van, oh ja, ik weekvlog. Dus, oh my god. Dit had ik voor de maand oktober ingevuld. Mijn intentie voor de maand oktober is naar mijn lichaam luisteren, mijn grenzen aangeven, trots zijn op de kleine stappen die ik maak in mijn business, kan blijven en lief voor mezelf en anderen. Ik denk dat ik dat wel echt in de maand oktober echt heb gedaan. Ik had ook echt een hele mooie motivational quote opgeschreven. Dat is, I am in charge of my happiness. I'm creating a life that feels good on the inside. En ik had ook erbij geschreven, take it one step at a time. En daaronder heb ik geschreven, ik ben trots op je. En dit heb ik eigenlijk gedaan omdat ik dus over een paar dagen mijn holistische massage examen heb bij de opleiding. En als jullie deze week vlog zien, heb ik hem gisteren gehad. Dus ik zal sowieso laten weten hoe het is gegaan. En ik ga ook vandaag veel oefenen daarvoor. Ik was net de les die ik meeneem aan het opschrijven. En ik heb in deze maand best wel veel ups en downs gehad. Ook eigenlijk dat ik best wel veel angsten had. Dat ik realiseerde wanneer ik dingen gewoon doe. Dat je dus voorbij die angst gaat. En dat het eigenlijk helemaal niet zo angstig is. En dat je het gewoon kan. Dus ik heb opgeschreven, les die ik meeneem, dat ik echt in mezelf en in de universe mag geloven. Going beyond fear. Ja, dat is ook wel een mooie les. Ik ben heel erg benieuwd of jullie dit soort dingen ook doen. En welke les je meeneemt naar de volgende maand. Zoals jullie zagen, was ik aan het filmen tegelijkertijd dat jullie aan het kijken waren. En het is omdat ik een mini vlog wil maken op Reels. Dus daar heb ik nu wat dingetjes voor gefilmd. Dus die ga ik straks even editen. Ik vind editen echt zo ontzettend leuk. Weet je wat het is met stokbrood? De volgende dag zijn ze super hard. Dus ik vind het altijd lekker om ze dan in de pan te doen. Dat is een beetje een soort van toast effect. Met smashed avocado. Ik heb hier wat komkommer. Dit doe ik er ook op. Knoflook sesam seeds. Yummy. En ik heb hier nog wat spinazie. En daar heb ik dit op gedaan. Super lekker is deze. Josie die kan hier elk moment zijn. En omdat ik over 2 dagen mijn examen heb voor holistische massage, ga ik haar masseren. Ik ga het zonder blaadje doen, want bij het examen mag ik ook geen blaadje gebruiken. Er zijn zo ontzettend veel grepen en je moet het allemaal op de juiste volgorde doen natuurlijk. Dit zijn alle grepen. Hoofd. Buik. Voeten. Weet je, we gaan het best van maken. Dus ik heb mijn massagetafel al klaargezet. En deze is echt zo lekker. Hij zit zo lekker. De Magic Box
Met allemaal essentiële oliën, massageolieën. Ik ga echt voor de full experience, dus straks op de tv komt Reiki muziek. Ja, we zijn helemaal in love. We zijn ook helemaal in de herfstkleuren. You know, we're matching. Josie heeft een hele mooie jas van Naked. Dat je het weet. Oeh. Ik heb net foto's gemaakt voor Mentos. Van campagne. Ah, die is wel echt cute. Oh, echt fijn. Echt take breaks. En go outside. Hallo. Hi, Brios. Is denk brood. Zo gezellig. Josie heeft genomen. Mini frikandellen, maar dan vegan. Dus ik ben heel benieuwd. Nee, het is leuk toch? Oh, het ruikt echt naar frikandel. Ja. Het smaakt best wel naar frikandel. Het is niet frikandel, maar het is wel lekker. De structuur is wat zachter. Ja. Minder brokkelig. Mmm. Ik doe me echt denk aan frikandel hoor. Ja. Een soort van zelfgemaakte frikandel of zo. Ja. Mmm. Cheers. Ik ga zo naar de markt met twee buurvrouwen die hier ook wonen. Ik drink natuurlijk mijn iced matcha latte. Ah, super lekker. Ik vind trouwens dit hoekje van mijn huis zo cute. Plaatspeler en mijn mooie plants. Ik heb een pakketje binnen. Ik had iets op United Wardrobe besteld. Ja! Yeah. Oh, zo blij. Even kijken. Nice. Deze trui van Lovies. En deze is zo zacht. Love deze trui. Een vriendin van mij had deze trui. En hij was toen niet meer bij Lovies beschikbaar. En nu, na echt een jaar of zo, zie ik hem dus weer. En ik was helemaal... Ik dacht, ja, dit is hem. Deze trui zit zo chill. De crewneck, die zit echt als gegoten. Heel blij mee. Echt fijn. Ik ga hem gelijk in de wasmachine doen. Bloemen met lipstift. Wat meer put together. Een hele simpele outfit aan. Gewoon een mom jeans met een hoodie. Ik heb echt het idee dat mensen dit soort tasjes onderschatten. Deze is vet chill, want je kan hem over je schouder doen. En hier kan zoveel in. Bizar. Ik denk... Oké, let's go. Ik ga even heel snel laten zien wat ik bij de markt heb gekocht. Daugay. Een hele zak met paprika's. Citroenen. Olijven. Ruikt echt super lekker. En ik heb druiven. Turks brood. Zoete aardappel. Want dan kan ik zoete aardappelfriet maken. Oh ja. 4 komkommer voor 1 euro. My god. Het is echt zoveel. Duurde in de supermarkt. Niet normaal. Dit was 2 bos ui voor 1 euro. Ik heb meloen voor 1 euro. Bananen. 2 kaakjes. Hij focust nu op de groenten. Most important. Dus ik ben echt heel erg blij. Want dit is allemaal voor 10 euro eigenlijk. Mijn favoriete soort bloemen. Gipskruid. I love it. Ik denk dat ik het in deze vaas ga doen. Ja, maar look at this. Look at our hair. Yeah. Hallo. I have coffee. Echt voorbij. Jongens, wij zijn in Vintage Island. Hallo! Ik ben hier echt al zo lang niet meer geweest. En dit is zo waar. Life is better with vintage. Renette en ik zijn op zoek naar een leuke trui. Oeh, stop! Die? Nee. Deze! Trouwens, is het die emoji? Ja, ik zat ook net te kijken. Wat? En deze? Ja, ik vond deze dus ook wel grappig. Met die mouwtjes. Oh, alleen hij je verder niet echt oh, maar hij heeft ook geen crewneck. Dat nee, vind ik vind ook hem minder. Een beetje saaiig verder. Oh, die? Dit is ook leuk. Ja. Hoeveel zijn deze?
Ik ben echt al heel lang niet meer in een vintage winkel geweest. Zo anders dan een kringloop. En ik vind deze echt heel nice. Het is allemaal net niet of zo. Nee, het is niet... Ik vind het wel een grappig kleurtje, maar ja, het is wel heel sporty of zo. Heel sporty. Oh, zo'n corduroy, hè. Zo ja, leuk. Oh, dit is Levi's. Ik hou hier echt van. Nou, ze hebben wel veel truien, dus dat is nice. Girl, ja, yeah, you got it. Kijk jongens, de tip van mij. Doe hem aan je top. Hoe cute. My girl in the vintage vibe. What the hell, dit is girl? Zo jaren 50. I love it. En hoeveel is het vestje, though? Deze? Ja. €20, hij is afgeprijsd. Als je die neemt? Ja, hij is wel echt heel leuk. We're not friends anymore. Ik heb deze genomen, ik ben heel benieuwd. Hij is echt vet nice stof. En van, is het Ralph Lauren of? Ja, volgens mij wel. Oh. En deze cropped knit. Kijk, dit kapselstuk. Nou, misschien het is echt toch... helemaal jouw kleur. Alleen hij is ja, gewoon heel groot. En had je ook al dat hij vlekken heeft? Ja, hij heeft vlekken. Dus ik vind hem misschien ook niet €40 waard. Nee. Maar het is wel mijn kleur. Lynette zei alleen dat er nog een vintage winkel hier is. Dus daar gaan we heen. Want misschien hebben ze daar nog meer dingetjes. Maar ik ben wel op zoek naar zoiets. Want ik vind het wel heel cute. Kom er niet in. Hey. Oh my god. Hij is okay, klein. We zijn onderweg naar, ja, naar Vintage Factory. Wanneer ben je er al eens geweest? Nee, want je kent het van Iris Amber, toch? Ja, die had een TikTok. Oh ja, ja, ja. Ze had een TikTok gemaakt. Dus we gaan daar even kijken. Net is flink geslagen, by the way. Ja. Look at her. Huts. Kinda cute, kinda I don't know. Dus ik moet hem even aan. Ik moet hem inderdaad even aan. Het is wel heel cute hier. T-shirts, koffietentje. Ik heb een plaatsspeler gekocht, hè. Vind ik wel leuk. Wauw. Denk, want dit zijn maar €3 en ik wil kijken of die... Kijk, wat akoestisch. Ken ik niet, but hey. Looks cute. Hé, hey, dit is een... Hé, hey, dit is een Franse. Oh. Is dit een sign? Dat je moet nemen. €3. Ik weet ook niet of die het doet. Dus dat is een beetje nog de vraag. Dus ik kan hem op Spotify even opzoeken. Oh ja. Oh. Wat vind ik? Ik weet het niet. Ik vind hem wel leuk. Hij is wel heel comfy. Hij is heel... Hoe duur is die? Weet ik niet. Maar kijk, ik heb het onder mijn BH gedaan. Want het is eigenlijk een vest. Nee? Oh ja. Ja, het is een beetje groot toch nog. Ja, hij is wel heel groot. Wacht, ja. Ook even een tasje erbij. Wat vind je? Ja, hij lijkt, maar ik vind hem niet super. Nee, hij zou echt €10 moeten zijn. Omdat het... Ja, wil je hem nemen, zeg maar. Maar ik vind het wel cute. Ja, hij is wel heel lekker comfy voor thuis ook. Ik denk dat je even moet vragen hoe duur die is. Hij is wel leuk. Maar het is nog niet... Wauw. En ik wil eigenlijk alleen maar kleding kopen. Met de wow effect. Lynette en ik gingen net... Een paar nummers opzoeken van hem. Heel nou, leuk. Heel leuk. Echt zo'n, ja, helemaal zo'n akoestische cozy vibe. Ja, echt love it. Dus ik hoop echt dat hij op mijn plaatsspeler kan en dat hij het doet. Inmiddels ben ik weer thuis en ik wilde nog eventjes mijn aankoop laten zien van vandaag. We waren als laatste bij de episode en daar kan ik helaas niet filmen, dus... Allereerst deze super mooie broek. Ik weet niet of je het heel goed de kleur echt kunnen zien. Maar het is een soort van beige broek. Hele fijne stof. En ja, ja. Hij past echt helemaal perfect. Ik kon deze dus echt niet laten. En ik hou echt ontzettend van deze beetje old school vibe. Oh! Zo mooi! En deze broek was €25. Ik weet niet of het nog van een bepaald merk is. Zal zo nog wel eventjes kijken. Maar echt, het lijkt wel gewoon
voor mij gemaakt. Ik heb dus niet zo vaak dat ik tweedehands broeken pas, omdat ik best wel klein ben. Ik ben 1,60 meter. Alleen ik heb dan wel weer, zeg maar, vormen. Dus altijd een beetje... En dan heb ik ook nog deze broek. Het is best wel donker hierboven. Deze is ook iets langer, maar ook echt love the fit. Het heeft een beetje eenzelfde soort patroon, maar deze is dus een stuk donkerder. Zoals jullie kunnen zien. But I love it. Hij is lekker high waist. Ja, amazing. Dit is wel echt gewoon een hele dunne stof. En deze is wel echt een stuk dikker. Dan heb ik dus uiteindelijk nog de plaat gekocht. En ik ging hem net dus testen. Alleen, ik heb er helemaal niet zoveel verstand van. Dus hij draaide wel, maar er kwam zeg maar geen geluid. Ik kon alleen maar zo... En als ik af en toe verschoof, dan hoorde ik wel een paar stemmen. Maar het was het gewoon nog niet. Dus ik ga het even vragen en even op internet zoeken hoe dat precies moet. Want... Echt een geslaagde dag. En ik vond het heel erg fijn om weer lekker eventjes uit huis te zijn. En de good news. Wat ik helemaal niet verteld. Ik heb mijn holistische massage examen gehaald. En ik ben zo blij. Ik was ontzettend zenuwachtig. In de ochtend moesten we nog oefenen. En in de middag moesten we dan elkaar gaan masseren. Helemaal uit ons hoofd. De hele massage. En ja, alles ging super goed. Dus toen ik klaar was, dacht ik ook wel van ik denk dat ik hem wel heb. Alleen, je weet het natuurlijk nooit. Maar ik was in ieder geval niks vergeten. En alles ging heel rustig en smooth. En dit was wel echt een van de beste keren. Dus ik hoopte echt al dat ik hem had. En ik heb hem. Dus ik ben heel erg blij. Dit is in ieder geval een heel groot deel van mijn opleiding. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Dit was te zeggen, hard work pays off. En bij deze wil ik de vlog gaan afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Mocht je meer video's van mij willen zien, abonneer dan eventjes. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Alle